Hij doet het na 40 jaar, toch? Is toch gewoon wonderlijk? Ja, hij moest even afgestoft worden. Voor de jonge kijkers, dit ding is een projector. En dit is een Super 8 filmpje. Het resultaat is prachtig. Nederland-Uruguay in West-Duitsland 74. Amateurbeelden van André Nijhuis, die een dag voor de wedstrijd gewoon een kaartje kocht bij de sigarenboer en vervolgens de bus naar Hannover pakte. Het was verboden om te filmen. Dus ik heb uit de bus toch stiekem wat tanks en wat militaire complexen gefilmd. Dat was natuurlijk een beetje de spanning, hè. Het was de eerste wedstrijd van Oranje op het WK, dus de eerste demonstratie van een totaalvoetbal. De uitslag 2-0, twee keer Johnny Rep. Dit is zijn tweede. Kijk, bij deze beelden is geen geluid nodig. Ja, Uruguay was toen toch... Niemand had ze ooit zien spelen. Hè. Dat waren van die grote mannen, weet je wel, allemaal van die klerenkasten. Dan hadden ze een shirtje aan, korte mouwtjes, dat was net te krap, dus ze zagen er ook uit als hulken. Nee, dan weet je wat bang bent als je dat zag. Dus Cruijff weer. Ja, die man kon een mannetje passeren, hè. Schitterend, hè. Wat ik me eigenlijk kan herinneren is dat Nederland die hele wedstrijd gedomineerd heeft. Maar dat er toen wel ontzettende schoffelaars waren. Het was echt een schoppartij in die tijd. En dan nu 2010, een ander tijdperk. Maar opnieuw WK en opnieuw Nederland-Uruguay. Bijzonder? Nee. De bijzondere wedstrijd is nog steeds zondag. Tegen Duitsland. Ja. Mooi, hè?